allemaal wel dat we nu gewoon geschiedenis aan het schrijven zijn. Dat dit gewoon in de geschiedenisboeken gaat belanden. Maar ja, tot die tijd moet ik mezelf gewoon vermaken en gaat het normale leven toch nog wel een beetje door. Quarantaine, so far so good. Ik voel me wat chill, man. Dit kapsel is echt puur hoe ik me nu voel. Oh. Oh, wat zie ik eruit. Voordat we naar Lois gaan, die het allemaal fantastisch en gezellig vindt, gaan we even terug naar de allereerste dag van quarantaine. 16 maart. Het is een bizarre tijd. Laten we daar eerst op houden. Gisteren door gekregen dat we on lockdown zijn. En het ironische voor mij persoonlijk is dat ik dus 2 weken geleden spontaan een soort van mini break heb ingelast. Omdat ik het nodig had om even bij te tanken. En nu hebben we gewoon allemaal 3 weken niks te doen om lekker thuis te zitten. Lekker, hè. Nou ja, circumstances wise. Maar ik heb dus al 2 weken in mijn bed gelegen. Uitgeslapen. Alle muziek geluisterd die ik ken. Films gekeken. Boeken gelezen. Ik had al 2 weken echt geen zak gedaan. En ik was er helemaal klaar mee. Ik werd er onrustig van. En nu moeten we nog 3 weken te gaan. Ja, hoe ironisch eigenlijk wel van anno 2020. Dat in zo'n situatie we alsnog eigenlijk best wel gezegend zijn dat het enige wat wij nu hoeven te doen is thuis af te wachten. En daar gaan we dan weer om zeiken. Nou, dat is natuurlijk echt... Ik zie er wel een grote levensles in voor de hele maatschappij, voor de hele wereld. En ik ben benieuwd hoe dit nog verder gaat lopen. Ik weet het niet. 5 jaar geleden ben ik een verhaal gaan schrijven. En ik heb echt 100 bladzijden geschreven. En het was echt... Het is natuurlijk anno... Ik ben 16 en ik schrijf een heel cringy verhaal. Ik wilde dat verhaal altijd al een keer afschrijven. Het lijkt me echt heel leuk om een eigen verhaal gewoon uit te brengen. En nu ook met dat meer mindfulness, het lijkt me ook leuk om zo'n type boek uit te brengen. Wauw, alsof ik ineens boeken kan uitbrengen. Ja, ik weet niet, misschien kan het wel. It is what it is and most people have accepted the fact. But for some unknown reasons, others feel the need to know how it all works. Oh my god, ik ga echt helemaal... Zo grappig. That's why they spend hours and maybe even years of hours. Of course they spend hours of time researching on the subject of time. But why? I mean, tuurlijk, niet uren. Duizenden jaren. Lois. Why crack your mind open about something that just is how it is? But get this. Ah! Ik vind het zo grappig. Oké. Oké, jongens, maar bear with me, hè. Ik was 15 toen ik dit schreef. Kijk, al is het gewoon 1 boekje dat ik die zelf bestel en 1 eigen boekje heb. Dat is fucking vet. Niemand hoeft dat boekje te lezen of te kopen. Alleen ik. Ik klonk natuurlijk net super enthousiast. Ik heb het volgens mij echt een kwartier volgehouden. Toen ben ik gaan facetimen met een vriend. En toen dacht ik, laat ik gaan wieën. En dit wilde ik oprecht gewoon doen. Ik had dit spel gepakt, Silent Hill. Toen deed de controller super irritant, waardoor ik niet normaal kon lopen. En toen dacht ik, ugh. Toen heb ik nog met Davy gefacetimed. Toen heb ik nog met iemand anders gefacetimed. Heb net even buiten gezeten in de zon. Mijn moeder heeft puzzels gebracht. Dus ik denk dat ik ga puzzelen. Ik ben trouwens dus ook nog even naar de appie geweest voor eten. We got this one. I'm not sure which one to do. Ik heb hulptroepen, yes! En ik heb Baloo. Ze heeft Baloo gevonden. Ja, ja. Hallo! Hi. We gaan... Bij onze Jassé-vlog. Jassé? Jassé! Jassé! Ik had hem al heel even op mijn bank gelegd van als reminder dat ik dit graag wil gaan doen. En dus eindelijk iemand. Een slachtoffer. Een slachtoffer die met mij gaat jassé'en. En het middelste stuk is best wel goed gelukt al. Wist jij koffie? Ja. Zo, hey, huts. Wow. Oh, hij doet het al, hè? 4, hè? 3 keer 4. In 1 keer. Zou het zo? Nee, het zou niet. Ja. Nee, ja, dat gooi was kut. Oké, okay, sorry. Valspelen. Nou, het was hem niet gegund. Het was wel heel, heel vet geweest als het zo was. Helaas. Maar helaas. Moeten we even inkomen, denk ik. Vijf. Ik ga deze gooien. Zeg toch, ik moet eerst weer even inkomen. Error. Nou,
Oké. Okay. Zie je wel? Oh. Full House is chill. Of Three of a Kind, maar Full House is meer dan 25. Hij heeft gespeeld. Ah, jongens. I'm not sure. Hoe dan? Nee, dat kan toch niet. Ik had hem net nog niet aanstaan, maar ze zegt, is het nou 7 uur? Mega lang hierover gedaan. We hebben dit hele blokje namelijk even gedaan. Because why not? Ik heb 1255, helaas. Het was niet... Hallo! Hey. Oh jee. Is me bish. Gaan we eten? Ja, we gaan zo eten. Yay! Nou, daar komen we eraan. Jatseje. Blijkbaar hebben we dit voor echt hoe lang gedaan? Ja, 2 uur, 3 uur of zo. En we hadden het niet door. I can. Dat zal. Dat is handig, dat we niet hoeven te koken vandaag. Nou, de tweede dag is begonnen. Ik heb ijsjes gekookt. Die ga ik zo lekker eten. Last Airbender wil ik afkijken. Dus ik denk dat ik dat maar gewoon opzet. Dan ga ik... wat ga ik daarna doen? Ik wil zeg maar alle dingen die ik zo los heb liggen eigenlijk gewoon opbergen. Maar ik weet nog niet zeker of ik dat nu meteen wil doen. Want het is nog niet echt zo laat. Maar kijk wel, misschien heb ik daar wel meteen zin in eigenlijk. Misschien een revanche met Jatse, met Sanne vanmiddag als het er zin in heeft. Nou jongens, het is 10 uur. Ik heb net gedoucht. Ik zat even in mijn kamer te denken van wat ga ik nu doen. Ik heb zoveel in mijn eigen kamer al gezeten de laatste tijd. Dus ik dacht, ik ga weer lekker naar buiten. Dit boek ook al, ik heb dit boek al gelezen. Maar ik ben benieuwd hoe ik hem ga vinden als ik zeg maar hem al heb gelezen en hem nog een keer lees. En dan andere dingen kan... Ik schrijf in boeken lately. Als in, ik accentueer de dingen... Trein. Accentueer de dingen die ik belangrijk vind. Nou ja, en ik heb ook nog andere boeken, dus die kan ik ook nog lezen. I got myself. Made me myself latte. Dus ik ik vind het wel top. Ik vind het wel lekker. Oké, er zijn alweer een paar uurtjes voorbij. Het is volgens mij 2:30, ik weet het even niet. Ik heb net een poging gedaan tot dingen organiseren. En het lijkt alsof ik nu niks heb gedaan, maar ik heb al best wel veel opgeruimd. Ik had even geen zin om dit allemaal uit te zoeken. Ik heb allemaal documenten, als in belastingdienst, weet je, allemaal dingen die ik dan hierin had verzameld, heb ik in mijn map gedaan. En ik dacht, laat ik nu gewoon eventjes gaan schilderen. Want daar heb ik zin in. Of nou ja, ik weet niet zo goed waar ik zin in heb, maar ik heb in ieder geval geen zin om mijn vloer schoon te maken. Dus dat gaan we gewoon niet doen, because... Scheid. Maar ik voel me wel healthy looking. Ik heb net vanochtend in de zon gezeten. Ik weet niet of dat heeft geholpen. I don't know. But I don't mind. I'm not hating this look. Is goed. Oh, dan ga je een prachtige opgaande kamer zien. Oh, wat trots ben ik op jou. Het doet wel met me. Nee, ben je me nou aan het filmen? Maar je ziet jou niet eens. Hey! Oh, ik dacht. Ik ga in je bloesje kijken. Oeh, nou dat is niet veel te zien hoor, niet veel te zien. Kijk. Ik deed net een oproepje in mijn Instagram van FaceTimen en jullie was de eerste die reageerde, dus ik dacht, let's go. We hebben echt al lang niet gesproken. Heel lang niet gesproken. Dus dit is echt gewoon onze date weer, onze reunion. Ik ga koffie maken denk ik tussendoor, dan gaan we even koffietijdje ja, is goed. Even houden. Ik ga even wat normaals gaan doen. Dus oké, okay, be right back. Ik heb een mini korte dansfeestje net gehad en toen wat ik net filmde even met Julia ga FaceTime. Dat was echt heel kort, maar ze gaat ze meteen terugbellen. Iemand belde dus, nou bla bla. Ik wil nog even stofzuigen, mijn afwas vandaag doen. Ik had eten gehaald voor Japanse... Ik heb met Japanse teriyaki saus en ik heb varkensvlees gehaald en bami en groenten. Dus ik ga dat vanavond proberen te maken. Nou ja, kan ik wel, maar dat gaan we doen. Vanmiddag ga ik weer jatseën met Sanne. En voor de rest hoop ik en ben ik benieuwd of nog iemand anders gaat reageren op mijn FaceTime oproepje. Misschien ook wel iemand die ik eigenlijk helemaal niet ken of een beetje of zo vaag, weet je wel. Ik ben wel benieuwd. Een jaar geleden, oh, ik word gebeld door... Julia! Hallo! Yay! Yay! Drie, hoeveel full-size producten nou?
1, 2, 3, 4 full size producten. Nice. Ja, dat is nice. Maar ze zeggen dus wel, eet het met... Waarom? Helemaal in de war. Het hoeft niet moeilijk te zijn. I know. Dit kapsel is echt puur hoe ik me nu voel. Oh. Dit is zo'n mega karma, want ik wilde zo graag weer dingen doen en ik kan nog steeds dingen doen. Maar zeg maar het huis uit, niet op slot zitten met mijn gedachtes. En nu hebben we weer 3 weken om over van alles na te denken. Het helemaal gek. Maar wilde ik met mijn moeder Friends kijken, want dat deden we dus al een tijd geleden. En toen zijn we gewoon gekapt omdat ik natuurlijk uit huis ging. En nu heb je die Netflix party. Dus ik had helemaal mooi zo chatty klaar. Mijn moeder snapt niet hoe het werkt. Is het eindelijk gelukt? Wat? Mam. What the fuck? It's okay. How can you be so confident? Each woman is different. You have to appreciate their uniqueness. Ik ben alleen op z'n kop. Probeer te vloggen in deze barre tijden. Weet gewoon niet wat met me... Oké, okay, echt allebei verkeerd om eigenlijk. Wat gebeurt er? Mijn hele scherm werd wazig en hij maakte een soort piepend geluid alsof hij ging ontploffen of zo. We're going to die. Het einde. Als ik nu kapot gaat, sorry, ik ben zo... Hé, hey, die telefoon is eng, man. Fuck. Maar hoorde je dat ook? Dat was echt hard. Ik hoorde dus niet zoveel, want je liep juist vast. Dus ik weet niet wat er gebeurde. Oh, nee. Ik ben er niet gewend. Ik ben een vlogger. Watch me. Oké, ik ga opletten. Oh nee. She froze. Ik kan het niet meer. Nee, hij liep vast. Hij liep vast. Nog een keer. Nog een keer. Beter voor iedereen. Opnieuw. Yeah, you go girl. Nou, het zag er toch niet super uit. Maar ik zou het niet beter kunnen. Ik ben hartstikke trots op jou. Vroeger zei ik van, al die stomme TikTokers met de stomme TikTok-dansjes. Maar het is moeilijk. Maar hoe komen mensen op die dansjes? Verzinnen ze die zelf? Is een soort van een voorbeelddansje? Ik snap het niet. Ik snap echt niks van deze, van alles. Gewoon wat er nu gebeurt. Gewoon alles snap ik niet meer. Ik ook niet. Wacht, je even mijn theebeker halen? Oké. Okay. Ik heb mijn dag niet heel erg zinvol besteed vandaag. Maar ik heb Friends gekeken met mijn moeder. Duurde eventjes voordat het lukte om die Netflix app dinges gedownload te krijgen. Ik dacht, ik vlog even tussendoor. Tussendoor met Lotta nog gefacetimed even. Dat de af was gedaan, dat wel. En nu heb ik weer Friends gekeken met mijn moeder. Nu dus met Bibi aan het praten. Ik heb echt niks gedaan, maar de dag ging toch best wel snel. Hoe heet dit? Dan is het ge... Vinkje. Check. Oh. Hop, hop, hop. Potato. Oh, nee. Oh. Wat is dit? Wacht. Cookie. Ja. Yay. Chair. Ja. Oh, couch. Ja, maar dan een lange, zeg maar. Oh, Ja, een sofa, maar het is wel een oh, couch. Ja, oké. Okay. Oh, dit kan ik tekenen. Wacht. Leg. Oh, slide. Of, oh. Oh. Mermaid. Ah! Yeah. Ik denk H2O. H2O. Oh, dat was echt een shit vroeger. Ik vond het echt leuk. Ja, ik wil echt leuk zijn. Ik ben... Oh, ik wil eigenlijk echt net uit bed gaan. Oh. Ja, ik ben ook echt net uit bed. Hoi. Oh, je bent ook echt aan het vloggen. Ik heb al zoveel mensen gefacetimed. Ik wil iedereen even vastleggen die ik in deze periode facetime. Ah, cute. Nou, goeiemorgen. Hey, Matti. Hey. Zoals je aan het begin van de week zag, dacht ik heel erg geïnspireerd een verhaal af te maken wat ik 15 minuten volhield. En vervolgens dacht ik, laat ik anders een project starten om te kijken of ik mijn zangkunsten kan ontwikkelen. Ook dit heeft natuurlijk maar gewoon 1 middag volgehouden. Maar ja, hè? Oh wel. Hey.
Okay, ik denk gewoon dat ik... ja, sorry, het is heel erg licht. Ik denk dat ik dit gewoon elke dag 15 minuten ga oefenen of zo. Even een nummertje dat ik wel goed ken. Oh, daar gaat ze al. Oh my god, paniek. Paniek. Okay. You think you're whatever land you land on. You think the only people who are people. Have you ever... Oh, ik denk dat het is gewoon eng. Hard op hard zingen, dat is eng. One or asked a granny. Why he grin? Can you pay? Dat is niet, jongens. Oh, ik heb er toch geen... Oh, ik heb er toch geen... hoe noem je dat? Een doorzettingsvermogen voor man. Dit is echt... Oh, zo confronterend. Gaan we team doen of... Team misschien. Even beginnen. Ik vind alles prima. Kunnen we zolang samen... Ik maar nee. Air is the bitch. Wat doe jij? Ik weet het niet. Ik draai gewoon. Hey, ik heb je ingehaald. Ja, je reed letterlijk over me heen. Schans heb en dan zo doet, dan ga je harder. Oh, zeg dat dan eerder. Nee! Ah, Elfdoor, yes! Oh, ik dacht dat die weer was. Oh, mis. Oh, ja, oh, oh, nee. Nee, je moet ze niet altijd slaan. Want... Oh, kut. Toen sloeg ik hem al. Oh, kijk. Kijk, kijk hoe sportief ik eruit zie. We hadden het niet verwacht, but we won. Oh. Dit vind ik wel leuk. Je ziet op een gegeven moment dan dus, als je helemaal... Nee, ik ben niet pro. Ik zit op... Zie je daar mijn puntje? Dat is helemaal beneden daar, hè? Ik dacht dat je die daar... Pro is die lijn, hè? Dat is echt... Dat is... Oh. Oh, oh. Sorry, die zag er heel... Ja. Nee. Nee. Helaas. That's the game. Okay. Jongens, ik heb nog nooit zo goed dit gespeeld. 4 punten. Dit is echt nog nooit gebeurd. Ik ben iedereen aan het filmen met wie ik FaceTime deze weken. Oh. Hi. Hallo, jij wilde livestreamen. Jij hebt het zelf onder druk gezet. We doen gewoon alsof het gewoon FaceTime is. Want niemand kijkt. Dus hoe gaat het? Nou, ik was net aan het livestreamen met Britt. Oh, dat heb ik zo lang niet meer gedaan. Eigenlijk best wel leuk. Ja, we hadden 10 kijkers, maar dat maakt eigenlijk ook helemaal niet uit. En ineens viel mijn telefoon uit, want hij was op 1%. En ik had het niet door en toen was ik ineens gone. Quarantaine, so far so good. Ik voel me wat chill, man. Ik voel me wel lekker in mijn vel. Which is good, because ik voel me zo af en toe helemaal kut. But the last few days have been good days. So that's nice. Ik ga even Britt appen dat ik nog leef. En dat ik er niet expres heb geskipt. Oké, als ik een nummer als ik mijn muziek aanzet, welk nummer krijg ik dan als eerste? Ah, Make You Love Me van Zack Abel. Oh mijn god, daar hebben we het net 3 seconden geleden over gehad, Britt en ik. That's funny. Nieuwe Studio Ghibli. Ghibli. Nausea of the Valley of the Wind. Ik weet niet of ik deze mood vandaag wil. En anders staan er nog andere 10.000 films op Netflix. Maar ik heb Spirited Away nu weer gekeken. The Cat Returns. Arrietty hebben ze. Die lijkt me leuk. Ik weet niet of ik er nu de energie voor heb. Only Yesterday. Ik heb nu Arrietty opgezet. Ik moet zeggen, ik ben wel gewend aan deze quarantaine-modus. Ik ben vandaag begonnen aan de Parijs-vlog. Dus ik denk dat ik die gedurende deze tijden online ga zetten. En dan heb ik ook wel wat productiefs gedaan. And I feel good. I can't stop saying it. I feel good. And I'm happy about it. Oh my god, ik heb dus net... The Cat Returns gekeken. En de hoofdrolspeelster heet daar Haru. Haru, volgens mij. En dan heb je dus... Haru, ja. Ze heet Haru. En dan heb je ook een witte kat. Een witte grote kat. En een raaf. Oma in deze nieuwe film, Arrietty, die riep net... Haru, Haru. En
Er was een kat en een raaf. Yo! Wat is dat? Wat nou als het haru is van The Cat Returns, but older, with her son. En dan met de kat. Ook was de kat niet helemaal hetzelfde, maar wel met de raaf. Deze komt uit 2010 en The Cat Returns uit 2002. Het is mogelijk. Het is mogelijk. Nee, oké, het was gewoon toeval. Maar ik vond het toch leuk. En tot nu toe is deze film echt superleuk. Kleine mensen leven, weet je wel. Net als een muis, als Stuart Little of Tinkerbell. Dat je dan kleine mensjes, kleine wezens in groot huis. Nou, super cute. Oké, Ariati, dus aanrader. Oh, good morning guys. Het is zaterdag en ik ga mijn ochtend beginnen met Ariati. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En strawberries, een kopje koffie. Ja, lekker, zin in. Oké, ik denk dat ik na maanden een van mijn favoriete koffiesmaken heb ontdekt. Deze, de blauwe. Ik heb er heel veel namelijk. En ik was elke keer soort van aan het zoeken welke ik gewoon heel lekker vond. Het is niet dat ik de andere dan niet lekker vind natuurlijk. Maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat die blauwe in ieder geval op dit moment mijn favoriet is. Een croissantje van gisteren. Aardbeien. Oké. En wat ik eigenlijk ook wil is dat ik nog de puzzel afmaak. Oh my god. Als ik die niet afmaak in deze 2 weken. Dan ben ik echt teleurgesteld in mezelf. Hallo, goedemorgen. Had jij hem al toegevoegd? Ja, ik probeer het nu. Dat is een verrassing. Maar waar ben je? Mama niet. Mama, we willen je zien. Ja. Oh, zit ik aan met mijn hoofd op jouw vlogcamera? Hey! Dat is niet zo belangrijk hoor. Waarom zien jullie er zo leuke Fries uit? Nou, het is niet. Ik ben niet heel fris hoor. Niet. Liggen jullie ook nog op bed? Kijk eens wat voor fantastisch ochtendmaal ik voor mezelf. Oh, lekker. En ik had chocolade ding, dus ik dacht, ik heb aardbeien. Ik heb uiteindelijk nog niet de film verder gekeken, maar mijn moeder had dus ineens houseparty. Dus we hebben even spelletjes gespeeld. Ik denk dat ik misschien gewoon even de film dan uitstel en dat ik nu ga douchen, opmaken. Oké, ik wil dus zometeen de bonbons en de brownies maken. En eigenlijk is het best wel makkelijk. Ik dacht, ik ga het krullen. En normaal doe ik het heel nuncha krullen. Maar ik zag vandaag een filmpje van een meisje dat haar haar in een soort afro heeft gekruld. En sinds we alle tijd van de wereld hebben, heb ik echt... Ik ben benieuwd of het zou lukken. I wanna try. Yeah, that's what love is. Nooit meer doen omdat het zoveel moeite is en ik heb niet eens al mijn haar, want zeg maar het plukken in de achterkant lukt gewoon niet. I don't know how to reach, dus dat ziet er heel raar uit waarschijnlijk, maar ja, op de foto zie je dat niet. Verder, I like it. I kinda really like it. I dig it. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in het volgende hoofdstuk van mijn leven. Tot de volgende keer. Joe!